Beste mensen, 34 zetels. Dat is het potentieel wat ligt bij de niet-stemmers. De mensen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 niet gingen stemmen, waren goed voor 2,8 miljoen stemmen. 2,8 miljoen stemmen die kunnen echt het verschil gaan maken. Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn. Dat je niet meer gelooft in de politiek en dat je daarom thuis blijft. Je bent het gelieg helemaal beu. Je bent de maatregelen helemaal beu. Maar je leeft hier. Je werkt hier. Je betaalt hier belasting. Je hebt te maken met alle effecten die deze regering en de partijen die gesteund hebben over je heen hebben gestort. En natuurlijk, je bent weet ik hoe vaak in de hoek getrapt. Maar moet je daar blijven liggen? Of moet je gaan staan? Met je kop schudden, stap naar voren doen, in het licht en je recht pakken. Want dat kun je ook doen. Je kunt de huidige coalitie, GroenLinks en PvdA, geen groter plezier doen dan thuis blijven. Want het opkomstpercentage is bepalend voor hoe de zetels verdeeld worden. Wil jij het verschil maken? Ga dan wel stemmen. En stem op iemand die je kunt vertrouwen, die je nog niet heeft voorgelogen. Lijst 18, BVNL, Belang van Nederland, nummer 3, dat ben ik. Daar zou je op kunnen stemmen. Ik heb al heel lang belangenbehartiging gedaan, maar ik heb mijn achterban nooit voorgelogen. Ook niet als de boodschap niet mooi was. Ik heb de verhalen nooit mooier gemaakt dan ze waren. En ik ben ook niet van plan om dat te gaan doen. Maar ik heb jullie stemmen wel nodig om het verschil te kunnen maken. Een vuist maken, kunnen we met z'n allen tegen de huidige kliek die werkelijk alles wat ze hebben aangeraakt tot een crisis hebben gemaakt in Nederland en die jullie beliegen en bestelen. Wil je dat veranderen en woon je in Nederland, blijf je in Nederland, zorg er dan voor op 22 november dat je gaat stemmen, want het is zo belangrijk. Lijst 18, nummer 3 en ik zal jullie vertrouwen niet beschamen. Maar ik hoop en ik reken erop dat jullie allemaal komen stemmen.